Journalisten hebben vandaag een training gevolgd in crisiscommunicatie. Deze training is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rotary Suriname, het Bureau Openbare Gezondheidszorg, het SUFOSU-fonds en het Centrum voor Communicatie en Public Relations. Het doel van deze vorming was de journalisten tools aan te reiken om te communiceren in deze COVID-crisissituatie. Angela van der Kooi, trekker van de training Crisiscommunicatie, is tevreden met het werk dat journalisten tot nu toe verrichten. Ze ziet wel graag dat er verandering komt in de informatiestroom van de overheid naar de burgers. De organisatoren vinden het volgens Van der Kooi dan ook belangrijk dat de authenticiteit of zuiverheid van de diverse mediahuizen wordt ingezet om de multiculturele samenleving te bereiken met informatie over COVID-19. En dat vraagt natuurlijk om een systematische aanpak. Je kunt ook heel veel methodieken vanuit de crisiscommunicatie inzetten daarvoor. En deze methodieken wilden we graag ook met de journalisten delen. Ik denk dat ze ook veelal op de hoogte zijn van deze methodieken. Maar soms is het ook goed om een refreshment te hebben. Om met elkaar gedachten uit te wisselen hierover. Maar ook om met elkaar te kijken van wat kunnen we met elkaar samen doen om ervoor te zorgen dat wij deze burgers, onze Surinaamse burgers, onze Sranamang, zoveel mogelijk informatie geven. Zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen het coronavirus, maar ook anderen. Verder haalde Van der Kooi aan dat er gedrags- en verandercommunicatie ingezet moet worden om ervoor te zorgen dat die brug tussen overheidscommunicatie en burgers korter wordt. Ze gelooft dat dit doel samen met de media bereikt kan worden. Wij zeggen ook van hoe zorgen we samen ervoor? Als we niet met elkaar erover praten, als we niet in dialoog erover gaan, dan weten we ook niet hoe we dat gaan aanpakken. Dan kunnen we ook niet met elkaar afstemmen van jongens, zo gaan we het aanpakken. En er wordt ook wel gezegd, de media is de vierde macht in een land. En daar zijn we ons ook van bewust als Centrum voor Communicatie en Public Relations. En vandaar dat we ook zeggen van, jullie hebben zo'n belangrijke rol, jullie hebben zo'n belangrijke positie. Laten we die rol ook inzetten om ervoor te zorgen dat mensen zichzelf gaan beschermen in dit land tegen corona. Dat mensen de urgentie van het coronavirus ook echt gaan inzien. We zien nog te veel mensen die rondlopen zonder mondkap. We zien nog te veel mensen die niet die fysieke afstand aanhouden. En daarom zeggen wij ook van, die urgentie, dat kunnen we veel meer gaan aandikken met de media. Angela van der Kooi, trekker van de training Crisiscommunicatie, tevens voorzitter van het Centrum voor Communicatie en Public Relations. Van der Kooi is tevreden met de participatie van de journalisten. Ter afsluiting van de training hebben de deelnemers een certificaat ontvangen en een handleiding Crisiscommunicatie voor de media. De bedoeling is dat er een follow-up van deze training komt.